hier, onder mijn voeten, wordt al bijna 500 miljoen jaar lang een epische strijd uitgevochten. Er worden drugs gedeeld, er worden vriendschappen gesloten. Er is zelfs een hele economische markt gaande. People say that we know more about space than we do about what's underground. Het mooie is dat je praat over twee hele verschillende organismen. Over een plant en een schimmel die samenwerken om een bepaald doel te kunnen behalen. En dat is groeien. Schimmels hebben een nogal slecht imago. Sommige zijn ziekmakend en doen eerder denken aan de dood dan aan het leven. Maar wij hebben het over een heel andere schimmel. We tend to think of fungi as being parasitic or pathogens, but these fungi are in a very different class. These are symbiotic fungi and they're really important in plant growth. De mycorrhiza schimmel heeft voor ons juist bijzonder positieve eigenschappen. Zo positief dat deze schimmel kunstmest kan vervangen. En zou ik nu dit soort bolletjes gewoon zo in mijn tuin kunnen verspreiden? Absoluut, ja. Dat is voor alle plantjes. Hè. Kun je die product gebruiken. De kilometerslange schimmeldraden vormen samen met de plantenwortels een ondergronds netwerk. Als je naar een dwarsdoorsnede van een wortel kijkt, kun je die verbinding goed zien. De groene kleur is de schimmel die met de plantenwortel is vergroeid. Maar dat is wel super aardig van die schimmel. Ja, natuurlijk. Maar de schimmel doet het niet voor niks. Okay. Dus daar is dus de symbiose op gebaseerd. Dus de boom heeft meestal heel erg veel suiker. Door de fotosynthese, door het zonlicht, kunnen ze suikers aanmaken. En een groot deel van die suikers die wordt naar de wortels gestuurd. En de wortel geeft het weer af aan de mycorrhiza schimmel. En de schimmel geeft in ruil daarvoor dus allemaal fosfaten en stikstof, dus voedingsstoffen, aan de boom af. Dus ze wisselen, ze delen hun lunchtrommeltje een beetje uit met elkaar, zeg maar. Precies. So this is a video that we made in collaboration with an artist in Eindhoven called Underground Market. And the idea was tried to represent what we see underground. So here we have a root that's exchanging the sugars. And here we have the fungal hyphae that's giving the phosphorus. And so what you're seeing now is multiple strains of competing mycorrhizal fungi all trying to get a spot on the host root. And here's a fungal hyphae that's germinating from a spore and trying to make a connection with the host plant by trading this phosphorus, which is represented here in the blue. And what it's trying to do is get those red sugars. So here we've got this very successful deal. But on this side, we have a tiny little fungal hyphae that's not able to provide as much phosphorus. And in this case, it seems like there is an unsuccessful deal and the plant would rather trade with this fungi. So is it always about quantity or also quality? Like, I have really good phosphorus for you. We think it's mostly about quantity. How much phosphorus can you provide? Er is nog veel onduidelijk over hoe de onderhandelingen tussen planten en schimmels precies verlopen. Maar vast staat dat bijna al onze gewassen afhankelijk zijn van een mycorrhiza schimmel. Zouden wij als mensen ook nog iets aan deze schimmels kunnen hebben? Heel veel belangrijke landbouwgewassen, maïs, tarwe, allerlei bonen, die leven dus samen met die mycorrhiza schimmels. En die halen dus door die schimmels allerlei voedingsstoffen uit de bodem. Maar je kunt ook meer kunstmest toch gebruiken om die voedingsstoffen in de bodem te krijgen? Ja, dat is dus juist het probleem. Als er dus heel veel kunstmest op de grond gegooid wordt, dan heeft de plant als het ware die mycorrhiza schimmels niet meer nodig en sluit zijn wortels gedeeltelijk af, zodat er veel minder mycorrhiza schimmels in de bodem kunnen komen te zitten. En als het ware is dat een neerwaartse spiraal. De mycorrhiza schimmels nemen geen voedingsstoffen meer op voor de plant en daardoor moet de boer weer meer kunstmest gaan gebruiken.